Vandaag testen we adventskalenders van 15 tot 40 euro. Ben benieuwd wat erin zit. Vorige week testen we alle budgetvarianten van adventskalenders. Jullie was iets opgevallen wat wij niet hadden gezien. Deze was over datum. Dat hadden jullie goed gezien, wij niet. Dus deze ga ik niet bijvoegen, die gaan we zelf maar opeten. Geen wonder dat deze kalender zo goedkoop was. Daarnaast kreeg ik veel vragen waar ik de kalenders gekocht had. Sommige zijn niet meer te koop, maar de andere zal ik linken in de beschrijving. Vandaag gaan we door met het middensegment. In deze video kan je ook weer een pakket winnen. Namelijk alles wat we vandaag niet hebben gegeten. En wat je daarvoor moet doen, krijg je later in de video te zien. Ik moet wel even erbij gaan zeggen bij deze adventskalender video, is dat de prijzen best wel verschillen. Want deze heb ik voor 18 euro gezien, voor 15, voor 13. Dus alle prijzen die je ziet zijn de prijzen die ik ervoor betaald heb. We hebben daar namelijk ook nog een kalender die je voor 9 euro kan krijgen, maar ik voor 20 euro heb gekocht. Wat ik dus leuk vind aan de Tony's, is dat hij dus open kan. Ja, hij is wel echt mooi. Hij ziet er wel echt leuk uit. En ik heb het idee dat dus bij dag 24, dat dat een grote is. Ja, maar ik weet denk ik eigenlijk al wat erin zit. Oh, nog eentje, 11 ook. Ik weet al wat erin zit. Hoe weet je dat? Ik heb dat van vorig jaar gezien en daar zit een cadeaubon in. Ik heb het idee dat dit de smaken zijn die er allemaal in zitten. Is er nog een smaak die je wil proberen? Ik wil iets met donkere chocola proberen. Omdat ik eigenlijk een hekel heb aan donkere chocola. Blijf. Maar je hebt die, pretzeltoffee. Die is best lekker trouwens. Nee, je hebt die puur amandel sesam, maar ik denk dat ik voor de pretzeltoffee die wil ik proberen. We kennen eigenlijk alles en ik heb ook begrepen dat deze kalender vooral leuk is voor mensen die niet het hele assortiment in de supermarkt hebben liggen. Qua vormgeving vind ik dit wel de beste tot nu toe. Ja, maar dat is altijd heel leuk. Tony's is echt goed in vormgeving. Ja, het is allemaal heel kleurrijk en simpel, maar mooi. Ja. Oeh, dat is wel je favoriet. Ja, het is wel gewoon... en witte show, Tony's. De witte. Die gaan we niet doen, hè? Nee. Oh nee, het zijn er 2 krijg je er op die dag. Oh, wat grappig. Ah, melk en puur. Ja, hey, daar hebben we hem maar. Kijk, toppertje. De pretzel. Nou. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Ik ook. Zal ik even een hap nemen? Oh, hij is echt puur. Is het puur? Nee. Toppertje. Deze kun je niet halen in de winkel, tot die kleintjes of wel? Oh, jawel. Nee, van jawel. Deze niet volgens mij. Ja. Nou, ik vind deze erg lekker. Maar ook wel wat puurder dan normale melk. Maar dit is geen puur, toch? Donkere melk. Oh, donkere melk. Oh, wauw, dat ik deze nog nooit eerder heb gegeten. Ja, deze is echt lekker, hè? Heel lekker. Dit is echt een van de betere, vind ik persoonlijk. Ja, Tony's chocola vind ik echt fantastisch lekker. Ja. Het enige wat ik wat minder vind, is dat die repen heel dik en gek gevormd zijn. Ja, dat is jouw autistische brein kan er niet aan, hè? Nee, vind ik gewoon irritant dat je soms heel groot... Doe maar een blokje en dan heb je zo'n blok. Ik vind altijd dus dat Tony's ding wat er middenin zit heerlijk. Die hele grote... Maar dat is niet anders van smaak, toch? Nee, maar hij is wel groot. Ja, dat is een echte pure. Dark almond. Toppertje dat, hoor. Die zout erin is wel echt heel goed. Ja, ik vind hem ook niet puur. Zo extreem puur. Echt lekker. Deze vind je ook lekker? Ja. Oh, want het is wel echt puur. Maar de rest kennen we al. Dus ik denk zullen wij gewoon alles gaan uitpakken? Oké. Dit was het. We gaan nog even 3 proberen, vind ik. Want deze heb jij ook allemaal nog nooit op. Die heb ik heel vaak op. Oh, die heb je wel heel vaak op. Oké, dit niet, denk ik. En deze heb je nog niet op, dat weet ik zeker. Ja, Noga. En dat? Ja, dat is die milk tea. Oké. Plakt een beetje aan je tanden. Ja, dat is wat Noga doet. Ik ben niet de grootste Noga-fan. Ik hou wel van Noga, maar het plakt wel, ja. Hij is op zich wel lekker. Gewoon zoet. Nou, het is allemaal zelf ziet het eruit, maar we laten het toch even voor de vorm. Dit is eigenlijk een iets puurdere versie van deze. Ja. Deze kan je als stap gebruiken als je daar puur Ja. Oké. Heel lekker. Dit is wat er nog allemaal over is aan Tony's. En die gaan vind je dat nou niet flauw dat er maar 1 in zit? Ja, zo'n beetje flauw, ja. Maar dat is dus extra speciaal voor degene die hem gaat winnen. Wat vinden we van deze Tony's? Ja, heel leuk. Leuk vormgegeven vooral. Ja. Lekkere chocola. Goede prijs als je hem ergens goed weet te scoren. Kan je eigenlijk niet verkeerd mee gaan. Ik denk ook dat kinderen het heel leuk vinden. Ja, ik vind hem qua vormgeving echt de beste die we tot nu toe hebben gehad. En ik vind hem qua prijs en kwaliteitsverhouding ook wel echt leuk. Dus ik zou hem zeker 4,5 kerstboom geven. Zo, dat is hoog. Ik geef hem 4 kerstbomen. Maar oprecht, een hele leuke kalender. Dus een aanrader om te kopen. Dit is weer eens wat anders, hè? Ja. Een thee-adventskalender. Deze heb ik voor 16,99. Is ook weer goedkoper te krijgen, maar dat heb ik ervoor betaald. Sukkerdij. Dat is het waard, hè? Hoop ik. Ja, prachtige verpakking. Het is een hele mooie verpakking. Pukka thee is sowieso altijd heel mooi vormgegeven. Het is best wel luxe eigenlijk als je het zo bekijkt. Zo, dat is echt en dan gaan we. Mooi, joh. Wow. Zo, dat is zo cool, gek. Oh, die is echt mooi. Dat is echt heel mooi. En ook echt elke dag een ander smaakje. Oh wacht, nee, 2 keer winterthee hebben ze. Ja, maar het is ook winter, hè? Volgens mij ook echt smaken die je hier helemaal niet kan krijgen. Matcha zie ik staan. Dat is wel leuk. Ik wil deze misschien nog kopen voor onszelf. Nou, ik zat ook te denken, cadeau voor mijn zus. Heel leuk deze, ja. Licorice cinnamon. Ah, zo die smaken joh ook. Manuka honey. Ik heb wel een beetje relax nodig. Relax? Maar dat is toch niet echt een smaakschap? Ik wil even weten hoe je ruikt. Matcha cream. Nee, ik wil geen matcha cream. Nou, kies jij er maar één uit voor mij, maar niet de clean matcha cream. Waarom mag ik nooit iets leuks uitkiezen? Nou, doe maar wel dan. Doe maar de cream. Oprecht? Echt een geweldige kalender, toch? Hoe die eruit ziet. Peppermint licorice heb je ook nog. Oh, dit is toch geweldig om op te hangen gewoon? Ja. Dat is echt heel leuk. Zo, die ruikt wel interessant. Hoe lang mag je deze erin houden? Bij groene thee weet ik dat 5 minuten aanbevolen is. Oh ja, 5 minuten. Ja. Deze kalender gaan we aan het einde pas reviewen, want we willen tijdens dat we dit aan het opnemen zijn, de verschillende smaken proberen. En aan het einde is de kalender op. Het is de Cadbury Heroes. Er is een verhaal bij deze kalender, want hij is superleuk lijkt me, want er zitten allemaal dingen in die ik niet ken. Maar deze heb ik dus in Duitsland besteld, kwam uit Engeland, toen moest ik €12 importkosten betalen, waardoor die echt super duur werd. Nou, die prijs hebben we er niet voor gerekend, want uiteindelijk kwamen we bij Jamin voor €17,50 tegen. En zelfs daarna kwam ik hem nog tegen voor €11,90 bij Normal. Maar deze hebben we voor mijn prijs €17,50 gezet. Nou, we kennen natuurlijk deze wel. Ja, de dubbeldekker. Die ken ik ook wel hoor. Deze ken ik. Die dubbeldekker hebben we gegeten. Crunchy bits, en fudge en eclair. Zie, ik moet dat. Oeh, de churl. Zit hier ook een leuke muzieknoot aan de binnenkant zitten? Ah ja, dat is nog best wel een leuk vormgevingsdingetje. Ah. Oh, de cream egg. Ik vind het zo bijzonder, deze. Ja. Oeh, lijkt een klein beetje op zo'n dolf. Ga jij hem als eerste afbijten? Ik ken deze wel hoor. Ja, heb jij hem wel eens op dan? Nee, maar qua vorm. Ja, qua vorm ken ik hem ook. Oeh, oeh. Ik vind hem niet zo lekker. Mm. Hele zoete gelei is het. Het overheerst te veel op de chocola. Ja. Nou. Nee, geen goede beginner. Waarom wil je de trail niet? Het is een kleine mini-mars lijkt het of zo. Ik wil dat niet. Kom maar, schatje. Kom. Kom hier. Deze is heel gevaarlijk om met z'n tweeën te eten. Het zit erin als een rondje zo. Ja, een trail. Qua smaak is het gewoon normaal, toch? Ja, het is gewoon chocola. Op zich prima chocola, maar als je het vergelijkt met zo'n Tony's, dan is die Tony's toch qua chocola echt een stuk beter dan deze. Sorry hoor. We gaan even die Pukka erbij halen, want die is volgens mij bij mij nu klaar, maar dat is echt wel 5 minuten geleden. Cheers, babe. Cheers, meid. Doe weekend. Ja, lekker. Ja, dat is ook wel lekker. Een beetje zoethout. Zoethout kaneel. Dit is gewoon groene thee. Wauw, heel Christmassy. Ja. Weet je wat ik nou vind met die thee's? Oh, deze is wel lekker zacht. Dat ze heel natuurlijk proeven. Ja. Het zijn hele natuurlijke smaken. Niks chemisch aan. Nee. Oh, ik vind deze wel lekker, maar ik ga deze gewoon even tijdens dit opnemen ook drinken. Ja, ik vind het ook lekker deze. Ik vind hem echt lekker. Goed ook voor hierbij, bij de chocola. Lekker warm. De fudge. Ja. Vind je dat interessant, fudge? Nee, niet echt. Hè. Staat bij 1. Oh, de creamy egg, die hebben we al. Nou, als ze die als eerste stoppen, dat is gelijk een teleurstelling, toch? Ja. Veel fudge. Weer een fudge? Hoeveel fudge zitten erin? Fudges. Het echt haast niet uit. Ah, dit is dus allemaal extra. Voor de pot. Voor de pot. De inleg. Dit kunnen we proberen. Een wispa. Een soort van bonbonnetje. Kijk, aan de onderkant is die een klein beetje ruw. Ga jij maar proberen. Er zitten allemaal luchtbelletjes lijkt wel in of zo. Een beetje wel, ja. Een bros weer. Nou, ik ben er niet over geweldig. Nee, ik moet zeggen dat de chocolade dus echt wel een stuk minder vindt als je zo'n Tony's vergelijkt. Deze is een beetje zoetig en droger, hè? Ja, karamelversie. Nou houden wij heel erg van dolf en karamel. Ik hoop dat dit een beetje hetzelfde is. Ja, zo. Ah, kijk jongens. Raar smaakje. Ja. Ik vind het best lekker eigenlijk. Ik weet het niet, ik ben niet... Gaan we nog een eclair? Ja, doe jij maar even een eclair in je mond stoppen. Wat is dat nou? Oh, hier zit chocola in volgens mij. Deze moet je gewoon in geheel opeten, denk ik. Normaal was hier altijd helemaal fan van. Nou, het is jammer dat er maar 1 is. Nee, ik hoef dat niet hoor. Dat vind ik zielig voor degene die het pakket wint. Je hebt in Nederland dezelfde soort snoepje. Ja, is dat lekker? Dat zijn wel echt kiezenbrekers, of niet? Ja. Deze? Ja. 3,5 boom. Oh, dat is echt niet zo lekker dus. Ik vind het niet bijzonder genoeg. Ik ben blij dat ik hem niet in mijn mond heb. We hebben het in Nederland hebben we dit ook. Gaan we hier nog iets van proberen of zeg je van... Ik wil crunchy bits. Wel een leuk vormgeventje. Ja, ik vind de vormkleding sowieso wel grappig. Is dit niet iets wat we net al op hebben? Er zitten crunchy bits in. Oh, ik ben heel benieuwd. Oh! Er zit een soort van crunchy karamel in. Oh, nee. Het doet hem echt niet voor mij, dit. Ik vind het een beetje smaak alsof het over datum is. Er is ook zoveel zin in deze kalender, hè? Ja, ik moet wel zeggen, ik weet nou niet wat ik van deze moet vinden. Nou, deze hoef ik niet. Dat is gewoon dairy milk. Deze nog? Weet je, we hebben er wel veel op nu. Ik moet op uitkijken dat ik geen Cadbury op mijn trui krijg. Cadbury. Weer een leuk klein reepje. Dit is een Twix, maar dan zonder krokie. Dat vind ik wel lekker. Ja, ik vind alleen de kunstje one eigenlijk niet zo lekker. Ja, deze vind ik wel lekker. Ja. Maar ik vind ook het algemeen wel ja, een teleurstelling na de Tony's chocola. Dit gaat allemaal bij de pot. Wat zeggen we ervan? Ik zou zeggen, voor die 11... 2,5. Sorry, gaat snel. Ik zou zeggen, voor de 11 euro zou ik zeggen, nou prima, 3, 3,5. Voor de prijs wat ik ervoor heb betaald, zou ik zeggen 2,5. 2,5 is echt de hoogste. Ik ben niet zo heel negatief als jij over deze. Ik vind hem best leuk. Natuurlijk is in deze video ook weer een prijsvraag. En Guilaine heeft die voor jullie. Wat is de prijsvraag? De prijsvraag is geen vraag. Bedenk namelijk een creatief idee, een video-idee die wij in december kunnen uitvoeren. Dus laat het weten. Het creatiefste idee die wint de pot met alles wat we vandaag overhouden. Ja. Wat een leuke vormgeving. Ja, dat is een leuke vormgeving. Hij ziet er echt heel gezellig uit. Ja, wat ik nou zo leuk vind aan deze, je ziet ook gewoon helemaal niet wat erin zit. Dat was een plaatje wat erop zat, want toen die nog niet uitgepakt was, zag je het wel namelijk. Ja? Ja, maar jij weet dus nog niet wat erin zit. 2024. Hij is niet over datum, dat is ook wel fijn om te weten. Oeh, dat is leuk. Moet je kijken. Oh, is van de binnenkant ook... Dus als je hem open doet, dan is het niet gelijk dat je iets wits, tegen iets wits aan zit te kijken. Heel schattig. Ja, een klein kerstmannetje. Ik heb hier ook wel een vak wat open is. Wat zou dit voor smaak zijn? Oh, dat is gewoon solid choco, denk ik. Denk je? Kijk, hey, je hebt dezelfde. Ik wil deze niet in elkaar gaan slaan. Oké. Okay. Oh, klein kerstmannetje. Zijn wel heel leuk, deze kleintjes. Dit is een hele grote... Oeh. Oh, dat is gewoon een koetjesreep. Het ziet er wel leuk uit, maar ik vind dit wel een beetje boring. Dit heb ik nog nooit in de winkel zien liggen hoor. Zo'n koe. Ja, maar het is gewoon een koeienhoofd. Solid chocola. Oeh, die zijn lekker. Dat zijn die Oreo dingen toch? Of ben ik nou gek? Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Ja. Oh, dat is ook weer een koetjesreep. Nou, die viel er gelijk uit. Die lijken op deze twee. Oh, ik ga hem eens even zeven. Oh, dat is een andere weer, andere bal. Ik vind het vooral leuk dat je al die vakjes, als je ze open hebt, dat het ook... Dat het gewoon nog iets anders is. Dat ja, je ze niet als je... Dat is ook een leuke selectie. Ja. Zullen we gewoon even alles openmaken? Ja. Why? Wat ik ook mooi vind is dat hij is paars van binnen. Qua vormgeving is hij wel echt top. Hé, hey, witte chocola. Wauw, ik heb wit met choco. Hé, hey, ik ook. Ik vind het toch wel wat zoeter dan Tony's. Ja. Wat een verschil eigenlijk in chocolade dat je hebt. Hè? Ik vind hem wel beter dan Cadbury. Dat wit is gewoon voor de sier. Ja. Ja, dat maakt het extra zoet, vind ik vooral. Mm. Oké, allebei een bal. Zijn gewoon weer dezelfde hoor. Ik denk het wel. Ik ga hem doorbijten. Doe jij hem? Ik wil gewoon een crèmebal. Ik heb al een spikkel tussen twee. Lekker, eieren. Ja. 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 Deze zit er best wel veel in. Dus je vindt het ook best wel lekker. Mm. Ik denk dat dit wel echt een aanrader is voor met kids, want er zitten geen rare smaken in. Nee. Want er zit zo'n, wat jij had van die disco dingetjes erin. Ja. Ik had gewoon crème. Ja. Ik denk dat dat perfect is, maar ik denk dat ik weer een volwassen en een kindercijfer wil geven. Wel heel slim voor deze inderdaad. Ja. Qua vormgeving vind ik voor volwassenen ook echt leuk hoor trouwens, moet ik zeggen. Ja, maar voor kinderen denk ik dat echt een goede 4,5 wel haalt. Ja? Ja. Voor volwassenen denk ik dat het erg saai is. Ik zou hem zelf 2,5 geven. Voor volwassenen. 3. Ja, het is wel lekkere chocola. 3. Ja, ja, het is lekkere choco. In. Maar ik ben het met je eens met het cijfer. Ik zou wel 4 zeggen in plaats van 4,5 voor kinderen. Hoezo dan? Ik vind hem net iets te saai. Als je bedenkt dat deze rond de 20 euro is gemiddeld, ja, dan is het qua inhoud misschien niet helemaal waard. Nee, maar wel qua hoe het eruit ziet. Qua en zo. Hoe, wat je allemaal, ja, hoe je het uitpakt en hoe het vormgegeven is inderdaad. Kant. Deze gaan we toch een cijfer geven, want ik moet zeggen, qua smaak vind ik dit echt toch geweldig. Ja, ik heb geen overtuiging meer nodig. Ik eigenlijk ook niet. Ik vind het echt een solid 4. 4,5. Ja, ik zou zeggen, ik vind de inhoud geweldig. Ja. Maar ik zou een puntje aftrek doen voordat je precies al gelijk ziet wat alles is. Ja, maar je weet de smaak niet. Nee, maar laten we eerlijk zijn, het is geen verrassing meer als je 's ochtends opstaat. Dat is wel weer zo. Dan weet je gewoon dat je klaar bent voor de winter warmer. Hé, hey, trouwens, wat zit je nou te zeuren dat je nog gelijk weet... Hallo. Wat zit je nou te zeuren dat je gelijk weet wat je krijgt? Je weet toch niet wat nighttime tea is? Wat betekent dit? Tree fennel? Je weet toch wel wat fennel is? Nou, ik weet wel wat fentanyl is, maar niet wat fennel is. Dit vind ik echt een aanrader, ook voor moeders of voor ooms, tantes. Nou, ooms niet, maar misschien allemaal vrouwen. Ooms, tantes, moeders, ja, vaders, zijn er nou veel kinderen, mannen, zijn er veel mannen die thee drinken? Neven, honden, katten. Dus je hebt trouwens al achter ons gezien, dit zijn twee kalenders die we bij de volgende gaan proberen. Die van de patisserie Bijenkorf, Koro, en er komt er nog eentje aan, maar die is nog niet binnen. Dus het kan zijn dat het even duurt voordat de video online komt. Helaas wel, ja. Ja, maar ik zie nog te denken om Neuhaus te kopen. Neuhaus? Ja, ik denk dat dat is zo'n... Ja, dat is een Belgisch chocolademerk. Die kunnen we dan vergelijken met die van de patisserie van de Bijenkorf. Bam! Dit is de adventskalender, waardoor we dachten we moeten toch een andere maken. De adventskalenders? Huh? Ja, een hele grote. Dit is de grootste die we tot nu toe hebben. Dit is dus een chipskalender uit Duitsland. En dit zijn de merken die erin zitten. Hey, mijn fucking vingers gek. Sorry. Nee, dat is niet goed te maken. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke kalender, omdat hier allemaal dingen in zitten die we hier niet kunnen krijgen. Hij is uit Duitsland. Hier zit ook volgens mij iets van een zoutje of zo. Wie wil er nou een godsnaam studentenhaven in een kalender hebben? Ja, dat vind ik ook wel een beetje... Je weet gewoon niet helemaal... Niet helemaal goed bij je hoofd. Ik vind het wel qua vormgeving een hele lelijke kalender. Echt verschrikkelijk lelijk. Hij is heel lelijk. Het enige wat hij nog mist is hier een hele grote plaktaal met home is where the heart is. Studentenhaver. Nee, prettig. Een klein zakje. Ik heb hem. Zo, het is wel stevig aan dit. Hey, dat is leuk. Oh, de orgarisch. Ja, paprika vegan. Hé, de meeste paprika chips is niet vegan, hè? Nee, klopt. Kleine pretzeltjes zitten erin. Ik vind pretzels dus best lekker. Het zijn gewoon die zoute sticks, maar dan in pretzelvorm. Nou, dit is wat je bij je oma ook zou kunnen krijgen. Ja. Nieuw. Gewoon echt Hollandse verjaardag eten. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Wel lekker. Ja, lekker, maar gewoon prima. Dit is wel echt grote inhoud. Nou, zo. Ja. Dus gerookte paprika chips volgens mij een beetje. Ja. Oh, wacht, ik doe een beetje aan baked denken. Ja, want het is... Deze baked. Nee. Ja. Die smaak van Lees. Paprika baked, dat is echt dit hoor. Het is ook nog eens glutenvrij, hè? Het zijn hele dunne chipjes. De dunne is best lekker hoor. Ja, het is een paprika chipje, maar dan net wat meer gerookt. Ja. Dan gaan we door met deze grote doos. Oh, dit is wel echt ovenchips. Ja, dit is echt... Oh, dit zijn ovenchips. Oh. Oeh. Visjes. Leuk. Nog nooit gegeten. Oh, sesam. Oh, die wil ik proberen. Oeh, wat is dit? Iets met mosterd. Honingknabbels. Gaan we gewoon uitpakken of... We kunnen toch wel wat... Ja, dat is waar. Wat een leuke variatie, joh. Auw, pas op, hè. We hebben al zoveel pijn gedaan, deze kalender. Pinda's. Pinda's. Hier, sour cream. Zo, die zit al volgestopt, deze. Zullen we eventjes die 24 openmaken? Chio chips. Wat is dit dan? Heel erg underwhelming deze. Wat is dat? Ik weet niet wat het is. Ungarisch. Dat is dezelfde die we net hadden. Hè? Ik wil niet veel zeggen, maar dit ziet er echt veelbelovend uit. Oh, dat is wel leuk. Heb je echt zo'n popcorn die je helemaal rond kan doen? Ik vind wel leuk wat erin zit. Dat is zeker leuk, ja. Zullen we hem gewoon helemaal openen? Ja. Zo, dit is wel een hele gevulde. Een hele gevulde kalender. Hoe duur was deze ook alweer? Ja, voor mij iets van 30 of zo. Ja. 810 gram. Ja, dat is veel. Het zwaarste ook tot nu toe. Pompbars gaan eruit. Kennen we? Deze popcornjes ook, hè? Ja, popcorn die mag ook naar de... Want dat kunnen we niet doen. Deze hebben we dubbel. Die is dubbel. Die is dubbel. Deze oogpaprika, die moet ik ook niet. Nee, dat hoef ik ook niet. Gaan we dit proberen, toch? Ik ben heel benieuwd naar deze. Doe maar. Sour cream. Oeh, de rare lucht. Oeh. Vind je niet gek? Het zijn hele dunne chipjes. Vind je niet? Maar kijken. Wel grappig. Ja? Lekker, sour cream. Ja. Wat intenser qua smaak dan dat ik sour cream ken. Lekkere smaak deze funny Fries. Ja. Leuk chipsmerk. Ja, zeker. Ja, we zijn gewoon pinda's, toch? Pinda's vind ik een beetje saai. Misschien moeten we toch daaraan gaan beginnen. Ja, we gaan deze doen. Ja, ik vind het wel lekker. Het is een beetje tussen chips en cracker in, vind ik. Ja. Ik vind het wel lekker. Ik vind het ook wel lekker. Het heeft wel een lekker smaakje. Het is een beetje de structuur van tuk. En ook een beetje de smaak van tuk. Zou paprika echt een smaak zijn die ze in Duitsland gewoon heel erg lekker vinden of zo? Want ik vind het zo paprika. Ik kan helaas niet om mijn vinger heen. Zie je dat? Daar heb ik de dikke vingers om. Oh, jij wel weer, ja. Hard, die dingen. Ja, dit is meestal het ding wat je bij zo'n hele grote pot met allemaal... Ja, inderdaad, dat ze daarin zitten. Dan gaan we weer echt voor het laatste. Oh, het zijn van die, kapotte pretzels volgens mij, of niet? Oh nee, niet. Oh, het zijn croutons. Wow. Dit kan je door je salade heen gooien volgens mij. Moet je niet door je salade heen gooien? Nee, wel bijzonder qua smaak. Hier hou ik me van. Hele bijzondere smaak. Ja, de bijzonders uit deze kalender. Moeten we even laten bezinken hoor, deze. Ik denk als je jezelf een cadeau wilt doen, kalender. Ja. Koop die chipskalender en die Pukka thee. Deze heb ik dus uit Duitsland, amazon.de. Vind ik het leukste kalender tot nu toe. Ja, niet qua vormgeving, maar wel qua inhoud. Spullen. Ja. Ik geef deze 5 kerstbomen. Ik geef deze 5 kerstbomen. Ja, is dit ons favoriet tot nu toe? Ja, love it. Veel variatie, maar toch 2 per ding. Dat vind ik ook wel weer leuk. Ook best redelijk grote zakjes. En de prijs is dus ook wel prima. Ik denk dat je hiermee wel even een goed feestje kan houden. Ja, dat denk ik ook wel. Dus mocht je deze willen winnen, weet je wat je te doen staat. Binnenkort, over een paar dagen hoop ik, komt er de laatste online, namelijk de luxe variant. Ja, tot dan.